Ik krijg geen reactie van Duo op een aanvraag voor extra studiefinanciering. Hoe nu verder? Dit is de klacht van de dag. Welkom. Mijn naam is Lisa Veerkamp, klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In deze aflevering behandelen we een klacht over de communicatie met Duo. Een oma stuurt ons een uitgebreide brief over haar kleinzoon. Ze schrijft daarin dat hij geen recht meer heeft op studiefinanciering vanuit Duo. Daarnaast schrijft zij dat zij de zorg over hem heeft omdat hij recent wees is geworden. Dat is natuurlijk een hele verdrietige situatie en ook de reden dat het niet goed gaat met hem op school. Oma denkt dat hij daarom misschien wel recht heeft op een jaar extra studiefinanciering. Samen dienen zij deze aanvraag bij Duo in. Maar na 3 maanden hebben zij nog steeds niets gehoord van Duo. Oma vraagt zich af hoe nu verder, want misschien heeft hij al die tijd nu wel recht op studiefinanciering, maar dit niet ontvangen. Een van onze medewerkers neemt contact op met een medewerker van de Duo. En wat blijkt? De juiste adresgegevens missen. En daarnaast is er ook nog een onjuist vakje aangevinkt op het aanvraagformulier. En als derde mist er ook nog een handtekening. Oma en de kleinzoon leveren de juiste gegevens aan. En dan is er goed nieuws, want de studiefinanciering wordt toegekend. Krijgt u ook geen reactie op uw aanvraag? Neem dan contact op met de overheidsinstantie om na te gaan of de aanvraag binnen is gekomen en wat de stand van zaken is. Moet u daarnaast een formulier invullen dat u niet begrijpt? Neem in dat geval ook altijd even contact op met de overheidsinstantie, zodat zij u verder kunnen helpen. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Wij staan met meer dan 170 collega's voor u klaar. Voor uw grote en uw kleine problemen met de overheid.